Hartelijk welkom bij het college Duitsland en Europa. We zijn inmiddels in week 6, 2 beland. En geheel onverwacht moeten we dit college online houden. En ik heb besloten die uitdaging maar meteen aan te gaan. We gaan het vandaag hebben over, opnieuw natuurlijk over de Deutsche Frage. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar dan specifiek gericht op Angela Merkel. Angela Merkel is inmiddels 15 jaar aan de macht en zij heeft natuurlijk toch een heel belangrijke stempel gedrukt op de Duitse politiek in de afgelopen 15 jaar. En het is interessant eigenlijk om haar leven en haar kanselierschap in te passen in die hele Duitse kwestie. We gaan nog heel even terug naar wat ook alweer die Duitse kwestie was. Weten jullie het nog? Jawel. Welk Duitsland past in welk Europa? Dat is de eerste variant. En de andere variant is, binnen welke grenzen is het mogelijk om eenheid in vrijheid te creëren? Dat gaat natuurlijk heel sterk over de vraag of het mogelijk is om een democratisch bestel in Duitsland te realiseren. Daar zijn nogal wat momenten geweest dat dat niet gelukt is. Maar uiteindelijk kunnen we nu natuurlijk zeggen dat de Bondsrepubliek sinds 1949 voor veel mensen, ja, je zou bijna zeggen, een modeldemocratie geworden is. En daar speelt mevrouw Merkel een heel belangrijke rol in. Ik wil heel eventjes ingaan op de actualiteit. De reden dat wij hier staan is natuurlijk de coronavirus-epidemie die om zich heen slaat. En we hebben gezien dat Angela Merkel eigenlijk heel kenmerkend voor haar laat reageert op die crisis. Dat doet ze eigenlijk bij elke crisis, laat ze in het begin toch weinig van zich horen. En daarna is ze voortdurend in beeld. Interessant is dat ze dat eigenlijk ook doet op basis van kennis van experts. Zij heeft ook heel nadrukkelijk uitgelegd dat wat wij nodig hebben in deze crisis is tijd. We moeten zoveel mogelijk tijd winnen, zodat de crisis niet al te snel toeslaat. Zodat de medici ook zieke mensen echt kunnen blijven behandelen. En wat ook opvalt, ze gaat zeker af op experts, maar vaak ook op experts die het ergste voorspellen. In dit geval heeft zij zelf gezegd gisteren dat zo'n 60 miljoen Duitsers, nou ja, er zijn er 80 miljoen, maar dat er zo'n 60 miljoen Duitsers in aanraking komen met het virus. En dat is een uitspraak van de directeur van het Roland Koch Instituut. En zij zet dus hoog in. Dat deed ze eerder ook al toen de kerncentrale in Fukushima in Japan in de problemen kwam. Toen heeft ze meteen aangekondigd dat de Duitse kerncentrales moesten worden gesloten. En dat zie je dus nu ook weer. Dat is toch een beetje een risicomijdend gedrag wat zij vertoont. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga eerst in op het leven van Angela Merkel. En op haar, zeg maar, haar politieke stijl ook. En dan gaan we zeker toch ook de literatuur bespreken. En dan hoop ik dat we, zeg maar, die twee kwesties, hoe kunnen we de politiek van Angela Merkel interpreteren, en de Duitse kwestie, de Deutsche Frage, goed hebben samengebracht. Om dan volgende week twee slotcolleges nog te kunnen geven. Het is natuurlijk heel duidelijk dat Merkel zich in een mannenwereld begeven heeft. Eigenlijk al haar hele leven. Ze heeft natuurkunde gestudeerd. Ze heeft daarna op een natuurwetenschappelijk instituut gewerkt. Maar natuurlijk ook in de politiek begaf ze zich nadrukkelijk in een mannenwereld. En dat is denk ik toch wel heel erg van belang om haar politiek te begrijpen, maar ook om haar te interpreteren. En daarom wil ik heel eventjes ingaan op een boek wat deze week verschenen is. Wij zijn Angela, geschreven door een heleboel, ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet precies weet, maar een stuk of 8 vrouwelijke Nederlandse auteurs die allemaal vanuit hun eigen invalshoek over Merkel schrijven. Heel interessant, ook aan te raden. Het gaat ook over de stijl van Merkel, over de manier waarop ze zich aankleedt. Ik denk toch ook wel de wijze waarop zij vrouwen naar voren heeft geschoven. Dan denken we bijvoorbeeld even aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Wat van Merkel natuurlijk ook
absoluut heel interessant is, en dan kunnen we misschien ook eventjes op de slide zien, is dat zij toch op diverse levens gehad heeft. Heel bekend is een toespraak van Fritz Stern, The Five Germanys I Have Known. Dat is een toespraak die hij hield na de val van de muur. Hij kende nog het Duitsland van het Keizerrijk. Maar kende natuurlijk daarna ook alle van de Weimar Republiek, van de nazi-tijd, de DDR, Bondsrepubliek en natuurlijk de periode na de val van de muur. Nou, Merkel heeft denk ik wel 7 levens gehad. Misschien aardig om dat even op de slide te bekijken. Natuurlijk, ze is trouwens interessant geboren in Hamburg. Dus dat heeft ook altijd in haar paspoort gestaan. Maar natuurlijk opgegroeid in de DDR. En na de val van de muur, opgenomen in de CDU, als een, ja, dat noemt men quer-einsteiger, iemand die van buiten eigenlijk in de CDU gekomen is en daarmee ook de pas afgesneden heeft van nogal wat mannen die eigenlijk zelf dachten ooit kanselier te worden. En natuurlijk vanaf 2005 kanselier, nagaan 15 jaar geleden, is een lange tijd. De iPhone was nog niet uitgevonden. Die was pas in 2007 uitgevonden. Van een grote coalitie. Waar ze in het begin niet makkelijk binnenkwam. Maar toch bijvoorbeeld onder andere het verdrag van Lissabon heeft samengesteld of gesmeed. Een belangrijke rol in gespeeld heeft. Natuurlijk niet alleen, maar met andere regeringsleiders. Maar daar heeft zij natuurlijk wel een belangrijke rol in gespeeld. Maar haar leven als kanselier veranderde natuurlijk nadrukkelijk bij de kredietcrisis die uitbrak in 2008-2009. Maar het hoogtepunt natuurlijk was toen de Griekenlandcrisis ontstond in 2010. De Oekraïne-crisis in 2014, waarbij voor het eerst een land, Rusland, de huidige grenzen niet bleek te respecteren en zomaar de Krim innam en ook nog ervoor zorgde dat er in Oost-Oekraïne een hoop problemen kwamen. En dan hebben we natuurlijk in 2015 de vluchtelingencrisis en in 2016 het referendum over de Brexit en de verkiezing van Donald Trump, waardoor Merkel zich in die afgelopen 15 jaar steeds opnieuw in nieuwe posities bevond en zich steeds opnieuw moest wenden en keren eigenlijk om de positie van Duitsland in Europa en in de wereld zo te houden dat de invloed van Duitsland goed bleef. En ik ga heel eventjes in op die 7 levens. Zoals ik al gezegd heb, ze is geboren in Hamburg. Haar vader was dominee. En haar vader studeerde in Hamburg en besloot naar de DDR te gaan. Eigenlijk omdat als gelovige theoloog, dominee, hij graag wilde naar de plek daar waar de nood het hoogst was. Daar waar hij nog echt wat kon doen. Maar Horst Kastner, zo heette hij, was ook een bevlogen communist, kan je zeggen. En heeft dus ook in de DDR een belangrijke rol gespeeld. Hij had een opleidingsinstituut voor dominees. Dus alle dominees die in de DDR werkten, waren ooit bij hem in Templin langs geweest. En hij had dus een vrij centrale rol juist in de DDR. Hoewel de kerk het natuurlijk erg moeilijk had in communistische Duitsland. Ze is in Leipzig natuurkunde gaan studeren en werkte daarna vrij lang aan het Centraal Instituut voor Physicalische Chemie in Berlijn. En interessant is dat ze de eerste 35 jaar dus in de DDR heeft geleefd en in die periode toch best wel wat werkervaring heeft opgedaan, ook lezingen gegeven heeft in het buitenland. Ze is bijvoorbeeld ook voor haar werk, heeft ze samengewerkt met Oostenrijkse natuurwetenschappers. Ze is ook in West-Duitsland geweest omdat ze familie had daar. En die ervaring heeft ze natuurlijk mee kunnen nemen als natuurwetenschapper. En die heeft ze mee kunnen nemen na de val van de muur. En ze was bovendien jong genoeg om nog eens een goede carrière switch te maken op haar 35e. Voorwaarde voor een politieke carrière was natuurlijk dat je niet politiek besmet was. En als natuurwetenschapper was dat nu net het geval. Zij had zich natuurlijk niet als natuurwetenschapper uitgebreid over het DDR
systeem hoeven uitspreken. En ze heeft zich ook uiteindelijk niet met Stasi of dat soort zaken ingelaten. Ze was wel lid van de FTJ, maar ja, dat waren heel veel. Dat was eigenlijk iedereen in de DDR. En dat was nou niet iets waar je haar op kon pakken. Na de val van de muur is haar leven natuurlijk enorm veranderd. In november 1989 sloot zij zich aan bij een van de burgerrechtenbewegingen, Democratische Aufbruch, en ging daar zeg maar de PR doen, het woordvoerderschap. En dat werd al snel omgezet in een woordvoerderschap voor de eerste vrijgekozen premier van de DDR, Lothar de Maizière, waar zij stellvertretende regeringssprecherin werd in 1990. En in die hoedanigheid trouwens best veel ervaring opdeed, onder andere bijvoorbeeld bij de 2+4 onderhandelingen over de nieuwe status van de Bondsrepubliek en de DDR, waar zij als woordvoerder van de Maizière mee naar Moskou afreisde. Helmut Kohl had mensen uit de DDR nodig die politiek, de nieuwe deelstaten politiek konden vertegenwoordigen. En Angela Merkel was zo iemand. Ze was wat schuchter. Ze was niet heel hip gekleed. Maar ze was duidelijk iemand die de CDU kon gebruiken. Dus ze was al heel snel ook minister voor Vrouwen en Jeugd. Van 1991 tot 1994. Waar ze heel veel toespraken ook in Oost-Duitsland hield. Bijvoorbeeld over de vraag of het mogelijk was om een gelukkig leven te leiden in een systeem of in een land dat politiek gezien niet zo gelukkig uitgevallen was. En daar had zij heel duidelijke meningen over. Ja, dat kan. Je kan mooie jeugdherinneringen hebben van het leven in een land dat verder natuurlijk ook wel een onrechtsstaat genoemd werd. Toen nog niet, maar dat was wel waar het overging. 1994 tot 1998 werd ze minister voor Milieu en daar heeft zij ook veel internationale ervaring op gedaan, onder andere bij het tot stand komen van het Kyoto-protocol voor zeg maar internationale afspraken voor milieu, voorloper van de akkoorden van Parijs. Maar ze heeft ook ervaring opgedaan met demonstranten tegen kernenergie, in Gorleben bijvoorbeeld. En die periode is denk ik vrij belangrijk voor haar geweest. Toen was ze als vrouw plotseling toch heel interessant om een belangrijke posten in de CDU aan te nemen. Die had ze trouwens al, want ze zat al in het bestuur van de CDU, maar ze was nog geen secretaris-generaal bijvoorbeeld. En dat werd ze in 1998. En al heel snel in 2000 werd ze partijvoorzitter. Een positie die ze tot 2 jaar geleden heeft gehouden. In 2002 werd ze oppositieleider en in 2005 werd zij kanselier. En vanaf dat moment had ze natuurlijk een heel ander leven. Eigenlijk een hele nieuwe positie. Ze had een moeizame start in 2005. Er werd vaak geschreven dat ze het eigenlijk niet kon, dat ze geen economische kennis had. Ze was natuurlijk een natuurwetenschapper, dochter van een dominee, afkomstig uit de DDR. Ze kwam niet uit het katholieke Rijnland. En dus zou ze eigenlijk geen ideale kanselierskandidaat geweest zijn voor de CDU. En ze had natuurlijk nogal wat concurrenten in de CDU die haar eigenlijk het licht in de ogen niet gunden, omdat ze dachten dat ze het misschien zelf beter hadden kunnen doen. En toch, in die periode, waar nogal veel op het spel stond, omdat in een referendum in Nederland en Frankrijk de Europese grondwet was afgekeurd, heeft mevrouw Merkel een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het verdrag van Maastricht en kreeg ze ook de bijnaam Miss Europe. Interessant dat ze die bijnaam kreeg, want niet veel later, als de kredietcrisis uitbreekt, blijkt dat Merkel voortdurend treuzelt en eigenlijk helemaal niet zo happig is om te komen tot nieuwe oplossingen. Waardoor ze een hele nieuwe bijnaam krijgt, namelijk Madam No. Degene die voortdurend nee zegt en die niet wil luisteren naar de oplossingen van Sarkozy of Gordon Brown, de Britse premier op dat moment. En toch, uiteindelijk in 2010 laat ze zich overhalen om te komen tot de redding van Griekenland. In mei 2010 komt er een reddingsfonds onder zeer strenge voorwaarden. Griekenland moet strak bezuinigen
Maar uiteindelijk komt dat fonds er wel. En daar speelt Merkel natuurlijk heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. En daar komt dan de term vandaan eigenlijk dat Duitsland vaak optreedt als een weigerachtige hegemon. In die zin dat Duitsland liever niet in het centrum van de macht staat. Maar als het nu eenmaal moet, wordt Duitsland soms zonder het zelf te willen gecatapulteerd in het centrum van de macht. En dat is natuurlijk gebeurd in mei 2010, toen dat reddingsfonds ontstond onder Duitse voorwaarden en Griekenland eigenlijk niets anders kon doen dan luisteren naar de strenge Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, die daar natuurlijk hele duidelijke eisen had neergelegd. Die kredietcrisis die bleef maar doorsluimeren eigenlijk. En zelfs nog tot in 2015 bleef dat een groot probleem. Maar ondertussen ontwikkelde er zich in Oost-Europa een ander probleem. Namelijk de Oekraïne was heel duidelijk op een soort tweesprong. Aan de ene kant waren veel mensen in Oekraïne die zochten eigenlijk aansluiting bij de EU. Aan de andere kant waren er veel mensen die zochten aansluiting bij Rusland. En dat leidde tot een hele heftige crisis, de Maidan-crisis in 2013 al, met veel demonstraties. Maar dat leidde uiteindelijk in 2014 tot het verschijnen van een aantal onduidelijke groene kikvorsmannen op de Krim. En die plotseling bleken eigenlijk Russische soldaten te zijn die de Krim zonder al te veel schermutselingen konden innemen. Dat was natuurlijk in Duitse ogen een duidelijk signaal, eigenlijk een enorme schok, kun je rustig zeggen, omdat voor het eerst het volkenrecht zwaar geschonden werd en door het verleggen van grenzen, zou je kunnen stellen. En voor het eerst er een land was die de orde van na 1989 zomaar wist te bedreigen en daar een nieuwe grens voor in de plaats stelde. Duitsland had een moeilijke positie eigenlijk, maar in dat geval, want Duitsland heeft ook economische belangen met Rusland die heel groot zijn. Bovendien importeert Duitsland gas uit Rusland. Maar Duitsland kon dat natuurlijk niet over zijn hart verkrijgen en kon eigenlijk niet anders dan sancties afkondigen. Dan hebben we een volgend moment, wat eigenlijk heel erg belangrijk is. Dat is de zomer van 2015. Er plotseling eigenlijk niet zo plotseling, want men kon dat voorzien, maar voor veel mensen wel plotseling, een hele grote stroom vluchtelingen richting Europa trekt en eigenlijk allemaal ook naar Duitsland wil. En Merkel heeft begin september een aantal opties, maar een van de opties is natuurlijk zorgen dat de vluchtelingen Duitsland niet binnenkomen, met ME en waterkanonnen ze tegenhouden. Die beelden wilde Merkel duidelijk voorkomen en uiteindelijk heeft ze er dus voor gekozen om die vluchtelingen binnen te laten, waardoor zij een soort verpersoonlijking van de Willkommenskultur werd. En haar woorden, wir schaffen das, haar vaak zelf zijn aangevreven, ook in Nederland was er veel kritiek op de manier waarop ze deze oplossing gezocht heeft. Ik moet wel zeggen dat zij in de loop van de jaren natuurlijk heel veel gedaan heeft om te voorkomen dat er ooit weer zo'n nieuwe stroom vluchtelingen tot stand zou komen. Tot op de dag van vandaag, waar ze nu natuurlijk weer heel actief is. Nu bleek dat er uit Turkije toch weer vrij veel vluchtelingen richting de Griekse grens kwamen. En tot slot eigenlijk de laatste grote omslag, en dat is echt een hele grote omslag voor Duitsland, is 2016. Als blijkt dat in 2016 dat
Groot-Brittannië kiest om uit de EU te gaan en Amerika kiest voor Donald Trump. Twee keuzes die duidelijk ingaan tegen, zeg maar, het internationale bestel waar Duitsland zo voor staat. Multilateralisme, internationale samenwerking, graag in internationale verbanden tot besluiten komen. Zoals bijvoorbeeld in de EU of in de NAVO, in de VN, al die internationale verbanden waar Duitsland zo voor staat. En waar, zoals blijkt natuurlijk, Donald Trump eigenlijk vaak niet zo heel veel mee heeft. Een laatste schok stond op de slide, dus die ga ik dan toch ook nog maar even noemen, is de moeizame Frans-Duitse relatie die vooral in 2019, vorig jaar, tot een kookpunt bleek te komen omdat Sarkozy een aantal voorstellen van deed die compleet niet in lijn waren met de Duitse politiek. En daar kom ik later op terug als we de literatuur bespreken. En die literatuur die kunnen we eigenlijk nu zo wel even gaan bespreken. Maar ik wil eerst terugkomen op de rol van Merkel op het wereldtoneel. Eigenlijk zie je dat zij heel vaak op zoek is naar ordeningsprocessen, dus manieren om de chaos te ordenen op basis van kennis van experts. Dus zij laat zich vaak heel goed informeren. En dat ze die ordeningsprocessen, zeg maar, institutioneel probeert in te zetten. Dat is natuurlijk de manier waarop het bij de kredietcrisis is gegaan. Proberen een reddingsfonds in te stellen, maar ook in de EU nieuwe maatregelen te nemen om de begroting van de eurolanden op orde te krijgen. En natuurlijk ook te streven naar een bankenunie. Dat is nog lang niet gelukt. Maar die euroruimte eigenlijk institutioneel te versterken volgens de regels van de Europese Unie en het verdrag van Lissabon. Dus zeg maar binnen de regels van dat verdrag institutioneel die euro te versterken. En als dat niet binnen de regels kan, zoals bijvoorbeeld het reddingsfonds het geval is, dan moet daar een andere juridische constructie gevonden worden. De Europese verdragen zijn voor Merkel daar heel erg belangrijk. Hetzelfde gold eigenlijk een beetje voor de vluchtelingencrisis. Dat heeft ze ook proberen te regelen binnen die Europese verdragen. Zij heeft natuurlijk het verdrag van Schengen hoog willen houden. En zij heeft, dat is dan de andere kant natuurlijk, de Dublin-akkoorden duidelijk van ingezien dat die eigenlijk al jaren niet, dat daar niet meer aan vastgehouden werd. En dat er dus eigenlijk nieuwe regelingen moesten komen voor die akkoorden. Dat is uiteindelijk nooit gelukt. Dus waar zij sinds 2015 naar streeft, is naar een nieuwe Europese regeling. Maar daar is zoveel oneenigheid over. Hongarije, Polen willen absoluut niet meewerken. Waardoor dat eigenlijk kansloos lijkt. En wat ze nu doet in de huidige tijd is proberen al die internationale akkoorden en internationale verdragen en internationale instanties zoals EU en NAVO hoog te houden in een tijdperk waarin een aantal krachten zijn die niet zoveel hebben met die internationale clubs. En dan hebben we het natuurlijk vooral over Donald Trump, maar ook over Poetin. Erdogan weten we ook niet helemaal of hij er nou zoveel mee op heeft. Dus Europa wordt eigenlijk omringd door, ja, je kunt zeggen, alfamannetjes die die internationale wereldorde waar Duitsland zo graag voor staat op de een of andere manier tarten. En die positie zit Merkel nu en dat is eigenlijk helemaal geen prettige positie. Nou, we hebben deze week hebben we 4 artikelen gelezen. En die 4 artikelen, die moeten we natuurlijk nog bespreken. Dat lijkt mij van belang. Ook omdat we natuurlijk uiteindelijk moeten komen tot een paper over de nieuwe Duitse kwestie. En daar staat nogal wat in de artikelen die wij gelezen hebben over de vraag van wat is nou die nieuwe Duitse kwestie en hoe kunnen we die oplossen. Als eerste wou ik de Humboldt-rede van Angela Merkel
bespreken van haarzelf, die ze gehouden heeft in 2009. Dus dat is een jaar nadat die kredietcrisis uitbrak, maar nog niet zo ernstig was. Je zou kunnen zeggen een jaar voor de Griekse crisis. Er moest nog heel veel, er zou nog heel veel ellende komen. En je ziet ook, als je de reden van Merkel leest, dat ze eigenlijk heel optimistisch is over Europa, dat ze ook een aantal principes neerlegt en dat ze duidelijk geeft van, aangeeft van wat volgens haar het raamwerk is waarbinnen zij wil werken. Die Humboldt-reden, er zijn nogal wat bekende politici die die gehouden hebben. De eerste was Joschka Fischer in 2000. En Fischer heeft daarin voorgesteld dat Europa, of de EU, moest komen tot een Europese grondwet. En eigenlijk is na die reden van Fischer, is men inderdaad in Europa ook bezig gegaan met het ontwerpen van die grondwet. En dat is, zoals bekend, is die grondwet in 2005 door Nederland en Frankrijk afgestemd. Maar vorig jaar hield bijvoorbeeld onze Nederlandse minister van Financiën die Humboldt-reden aan de universiteit, de Humboldt-universiteit in Berlijn. Oké. Merkel zet eigenlijk in die reden haar principes uiteen. Welke principes zij heeft voor haar EU-beleid. En het eerste principe staat op pagina 2. Is dat Duitse interesses dus, en Europese interesses twee zijden zijn van dezelfde medaille. Dat zegt ze zelfs twee keer. En dat is typisch een CDU-beleid dat al door Adenauer was ingezet. Adenauer zag heel duidelijk dat het delen van soevereiniteit voor Duitsland van belang was om soevereiniteit terug te winnen. Dus het was eigenlijk in Duitsland, in Duits belang om samen te werken op Europees niveau. En dat idee is eigenlijk constant binnen de CDU gebleven en met name natuurlijk vanwege de Europese binnenmarkt die voor Duitsland van groot belang is. Maar er zijn wel meer argumenten voor. Merkel zelf vindt bijvoorbeeld dat de Duitsers met 80 miljoen, eigenlijk het Duitsland, te klein is om een punt te maken in de wereld, om echt zaken wezenlijk te kunnen veranderen. Maar dat de EU met inmiddels 440 miljoen, dus dat is 60 miljoen minder mensen minder, omdat de Brexit natuurlijk in januari heeft plaatsgehad, maar toch de EU met 440 miljoen wel in staat is om, om zaken te kunnen veranderen en om een zekere machtspolitiek te kunnen voeren. Daarbij is natuurlijk wel van belang dat het volgens een aantal principes gebeurt. Nou, inderdaad, dat idee van Duitse interesses en Europese interesses gaan heel goed samen. Dat betekent dus niet dat Duitsland altijd alleen maar Europese interesses nastreeft, maar dat is wel degelijk, betekent dat ook dat Duitsland zo af en toe nadrukkelijk eigen interesses in Europa probeert te verwezenlijken. Bijvoorbeeld van de Duitse auto-industrie. Een tweede principe wat Merkel in haar toespraak naar voren brengt, is belangrijk eigenlijk, dat volgens haar de verdieping binnen de Europese Unie gaat boven uitbreiding. Dus liever een verdieping van de Europese Unie dan weer een nieuwe uitbreiding die tot splitsingen zou kunnen leiden. Op pagina 3 zegt ze ook heel nadrukkelijk: Spaltungen in Europa sind mit mir nicht zu machen. Oftewel, zij zal er altijd naar streven om de boel bij elkaar te houden. Dat is typisch een Duitse politiek perspectief. Oost, West, Noord, Zuid, Duitsland zal er altijd naar streven om ervoor te zorgen dat de EU met zo mogelijk met één stem spreekt. Dat is lang niet altijd mogelijk natuurlijk, maar zo mogelijk wel. En dat is typisch Duits beleid. Eigenlijk heel anders dan Frans beleid. Een situatie zoals tijdens de Golfoorlog in Irak,
waarbij Duitsland en Frankrijk tegen het Amerikaanse inmenging in Irak waren, maar landen als Nederland en Spanje bij de Coalition of the Willing behoorden, Polen ook trouwens, wil zij voorkomen. Er moet eigenlijk uitgegaan worden van een zekere eenheid, zowel intern van, binnen de Europese Unie als naar buiten toe. Voor haar is eigenlijk ook heel belangrijk, nog even één ding trouwens over die verdieping. Zij, en het idee van de boel bij elkaar houden, zij zegt daar ook dat ze erop tegen is om de Europese Raad, de Eurogroep, zeg maar, sterker te maken. En zij vindt dat de 27 ministers van Financiën, dus ook de landen die niet bij de Eurogroep zijn, eigenlijk tot besluiten moeten komen. Dat is heel interessant dat ze dat zegt, want 1-2 jaar later wordt die Eurogroep juist heel erg naar voren gehaald en heb je dus eigenlijk toch te maken met een Europa van twee snelheden. Namelijk de Eurogroep die over de eigen lot, met name natuurlijk over de Griekse tragedie beslist. En landen buiten de Eurogroep, zoals Groot-Brittannië en Polen, die geen euro hebben en dan ook geen zeggenschap hebben over het beleid. En die ook op een of andere manier politiek afdrijven. Dus dat is iets wat heel duidelijk niet in lijn is met wat ze heeft dat niet stand kunnen houden zelf. Wij gaan snel over naar het derde principe van Merkel, wat zij hier verdedigt, zeg maar. En dat is het principe dat we niet moeten denken dat Europa een staat is. Eigenlijk zegt zij, we moeten zoveel mogelijk duidelijk maken dat Europa een onvergelijkbaar iets is, dat zeker niet als staat gezien moet worden. En dat dus zeg maar een nieuw experiment is dat opnieuw vormgegeven moet worden en dat nooit te vergelijken is met een federale staat of met een superstaat of met een lidstaat. Nee, het is een samenwerkingsverband tussen 27 lidstaten op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Onvergelijkbaar eigenlijk met alles wat we in de wereld tot nog toe hebben gezien. En dat is voor haar van belang, want zij is tegen utopische vergezichten, tegen het idee dat Europa een grondwet moet hebben en dat er een toekomst is van een Europese superstaat, want dat, zegt zij, leidt alleen maar tot misverstanden. Wat wij moeten doen in Europa is actuele problemen oplossen. Dat past heel erg bij de stijl van Merkel. Over de toekomstige vergezichten heeft ze het liever niet. Actuele problemen, dat is wat zij wil oplossen. Zoals op dit moment de coronacrisis. Daar gaat ze hard voor aan het werk om ervoor te zorgen dat dat zo snel mogelijk wordt opgelost. Zo mogelijk, want we weten natuurlijk niet wat er allemaal nog komen gaat. Als laatste eigenlijk principe in haar reden, dat zien we op pagina 4... is het principe wat voor haar heel belangrijk is, dat de grondrechten in de EU als politieke kompas gebruikt kunnen worden om nieuw beleid te voeren. Die grondrechten vindt zij van heel groot belang, omdat vanuit die grondrechten kunnen landen samenwerken met elkaar, maar kunnen ook de EU naar buiten toe vertegenwoordigen. Zowel naar binnen als naar buiten. En haar streven is om dat zoveel mogelijk met één stem te doen. Uit deze reden spreekt nog een zeker optimisme en hoop dat dat ook snel goed gaat komen. En uit de rest van de literatuur zien we dat lang niet alles is goed gekomen van wat zij hier bespreekt. We hebben net al gezegd dat het idee dat alle 27 ministers van Financiën binnen de EU evenveel zeggenschap hebben, is losgelaten. De landen van de euro, die eurogroep, zijn veel belangrijker geworden. In de praktijk lijkt er toch al een Europa van twee snelheden
te zijn ontstaan. En op dit moment zou je bijna kunnen zeggen van drie snelheden, want Groot-Brittannië doet nog wel enigszins mee, maar is al uit de EU. Maar het is nog heel erg de vraag hoe, welke vorm dat gaat aannemen. En we zien dus ook dat vanuit dit verhaal de Brexit natuurlijk een extreem grote tegenvaller voor Merkel moet zijn geweest. Als ook het afdrijven van Polen en Hongarije, want die grondwaarden waar Merkel het over heeft, ja, die lopen niet helemaal synchroon met de vrije zone in Polen die daarnet is gecreëerd voor LHTB mensen, wat natuurlijk ongelooflijk gek is eigenlijk. In ieder geval niet in lijn is met Europese waarden. Oké, we hebben de hoemeltreden hebben we nu wel goed besproken. Ik ga nog even door met het bespreken van de drie andere artikelen en dan zijn we alweer klaar met dit hoorcollege. En uit die drie andere artikelen blijkt natuurlijk heel sterk dat de hoop van Merkel om te komen tot een intensieve Europese samenwerking, weliswaar onvergelijkbaar met alles wat we tot nog toe hiervoor gehad hebben, op bepaalde momenten toch tot grote teleurstellingen heeft geleid. Maar ik denk wel dat zij juist in het huidige tijdsgewricht heel hard werkt om de verworvenheden van de EU, maar ook van de NAVO en van al die internationale verbanden, de Verenigde Naties, hoog te houden. In de hoop natuurlijk dat die alfa-mannetjes die misschien een zekere bedreiging vormen, en daar zit er vooral eentje in Washington DC in het Witte Huis, dat die van voorbijgaande aard zijn. Dus natuurlijk zeer de vraag of dat zo is, want de kans dat Trump herkozen wordt is zeer zeker aanwezig. Onder de artikelen zat ook een artikel van mijzelf uit de internationale Spectator van Klingendaal. En dat ging heel nadrukkelijk over de Frans-Duitse as. Het idee in Nederland eigenlijk is vaak dat die Frans-Duitse as iets magisch lijkt te zijn. En dat zeg maar als Frankrijk en Duitsland samenkomen er plotseling heel veel mogelijk is. Nou, de afgelopen jaren hebben we gezien dat Frankrijk en Duitsland maar zeer moeizaam samenkomen. En dat er van dat idee van die Frans-Duitse verzoening, die natuurlijk wel na de oorlog heel sterk aanwezig was, op dit moment niet zo heel erg veel meer van over is. En dat heeft voor een heel groot deel te maken, schrijf ik in dit artikel, met de enorme stijlverschillen tussen Frankrijk en Duitsland. En vooral natuurlijk tussen de Franse president Macron en de Duitse kanselier Merkel. We hebben al gezien dat Merkel niet van vergezichten is, maar van het probleem oplossen die zich vandaag voordienen, die vandaag opgediend worden. Merkel is natuurlijk van het bij elkaar houden, de boel bij elkaar houden, dus oog hebben voor Oost-Europa, voor Nederland, ook geen makkelijk EU-lid op dit moment, voor Spanje, Italië en zelfs ook voor Groot-Brittannië, want voor Duitsland is het van het grootste belang dat zeg maar Groot-Brittannië als militaire macht in Europa wel degelijk dicht bij de EU blijft. Terwijl Frankrijk en Macron al lang gaat voor een Europa van twee snelheden. Macron wil eigenlijk zo snel mogelijk integreren, verdiepen eigenlijk, die eurozone versterken en landen die daar niet aan mee willen doen, die is prima, maar die kunnen dan later alsnog besluiten om daaraan mee te doen. En Macron heeft natuurlijk met al zijn redes en voornamelijk de reden op 26 september 2017 aan de Sorbonne Universiteit over de toekomst van Europa, waar hij met zo'n 80 voorstellen kwam, heeft Macron natuurlijk ook een zekere filosofische inslag, waar hij vooral de toekomst van de EU wil neerzetten, met grootse gebaren, zoals eigenlijk hoort bij de Franse president. Hè. Die moet natuurlijk graag groot inzetten. Eurozone versterken met een eurozone parlement, een eurozone minister en misschien ook een vaste voorzitter van de eurogroep. Het zijn trouwens oude voorstellen die Frankrijk vaker gedaan heeft, samen te vatten onder een gouvernement économique van de eurozone. Maar daar zaten nog een stuk of
76 andere voorstellen bij over meer integratie van Europa. Opmerkelijk is dat Merkel extreem lang op zich liet wachten met een antwoord op die Sorbonne-reed. Dat had natuurlijk te maken met dat de coalitie nog gesmeed moest worden in 2017 en 2018. Maar dat had daarna eigenlijk ook mee te maken dat de CDU en de SPD, de nieuwe grote coalitie, daar niet zo heel veel in zag. En het had er waarschijnlijk zeker ook mee te maken dat we veel landen in de EU, waarschijnlijk ook via stille diplomatie, al die plannen van Macron een beetje aan het tegenwerken waren. Het idee hadden van, moet dit? Wat moeten wij met zoveel nieuwe stappen richting een sterker Europa? Uiteindelijk heeft het dus door stijlverschillen, maar ook door verschillen van politieke inzicht en natuurlijk ook van strategie, hebben al die voorstellen van Macron die hij op verschillende momenten en met verschillende hoedanigheden heeft gedaan. Ook hij had het trouwens over de uil van Minerva, die bij het als de zon ondergaat opstijgt in noodsituatie om de wereld te veranderen. Een beeldspraak van Hegel. Hij was eerder dan Thierry Baudet daarmee. Al die filosofische bespiegelingen van Macron, die ook vaak gewoon 2 uur op televisie zich laat interviewen door journalisten, terwijl Merkel natuurlijk het liefst zo min mogelijk zegt, alleen het noodzakelijke. Het is duidelijk dat ze niet bij elkaar zijn gekomen. En dat heeft natuurlijk geleid tot toch een zekere padstelling tussen die twee. En zoals ik schrijf in dit artikel, denk ik dat Nederland er goed aan zou doen om te kijken van welke rol Nederland zou kunnen spelen in de problematische verhouding tussen Frankrijk en Duitsland. En dan denk ik dat Nederland is op dit moment erg op Franse hand. Maar ik denk dat ze de Duitse factor niet moeten vergeten. Een beetje een vrij grondig artikel dat ik ook heb meegegeven is afkomstig van Matthias Matthijs. Hij is Amerikaan, dus misschien dat hij Matthijs moet zeggen. The Three Faces of German Leadership. Dat artikel geeft heel duidelijk aan hoe de positie van Duitsland in de wereld in de afgelopen jaren veranderd is. Er was veel beeldspraak van Duitsland als een slapende beer, als een Gulliver, dat een soort Kleinmans zoekt. Dus het zoeken naar een positie van minder macht eigenlijk in Duitslands belang zou zijn. En vooral in de oude Bondsrepubliek, dat het een gentle giant zou zijn. Wat ook wel vaak gezegd wordt, dat is een uitspraak van Peter Katzenstein, dat het een semi-sovereign state is die op alle manieren gebonden is aan internationale verdragen in het buitenland, maar zeker ook aan allerlei checks en balances in Duitsland zelf. Dus de macht van het Bundesverfassungsgericht, van bijvoorbeeld de Bundesbank, van de deelstaten. Er zijn allerlei checks en balances in Duitsland waardoor de Duitse regering echt niet zomaar de macht kan naar zich kan toetrekken. Want de Duitse kanselier moet voortdurend met allerlei partijen overleggen voordat er besluiten genomen kunnen worden. Dit artikel beschrijft eigenlijk de overgang van die semi-sovereign state naar waar ik het net al over had, de positie van Duitsland als reluctant hegemon of als geo-economic power. Plotseling natuurlijk, en dat is eigenlijk de carrière van Angela Merkel, kun je dat zeggen in een notendop. In de loop van die jaren is Duitsland uitgegroeid tot een machtig land in de Europese Unie dat wel degelijk veel te zeggen heeft. En we hebben gezien dat Matthias Matthijs eigenlijk vrij kritisch kijkt naar die Duitse rol. Op 3 verschillende manieren. Dat zijn de 3 faces. Het eerste gezicht eigenlijk van Duitsland, wat Duitsland liet zien, was dat van de kredietcrisis. Waar hij een naam voor heeft, die enforcer in chief, oftewel de leider die
echt nadrukkelijk macht heeft afgedwongen, namelijk bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En voldoe aan alle eisen die wij u stellen, Griekenland, en dan krijgt u van ons leningen en anders niet. En zoals je hebt kunnen lezen, want aan het einde van elk hoofdstuk geeft Matthijs een korte evaluatie en zie je dat hij daar eigenlijk heel erg kritisch op kijkt, want hij zegt dat daarmee niet zeg maar het systeem van de eurozone versterkt is, maar juist een zekere, ja zeg maar dus Duitsland gekozen heeft voor het vasthouden aan oude structuren, terwijl er ook allerlei mogelijkheden waren om nieuwe structuren op te bouwen en natuurlijk toch eigenlijk ook om meer te investeren. Dat is iets wat men in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië graag zag. Op allerlei terreinen werd verzocht eigenlijk om die economische vraag te stimuleren. En dat was nou net niet wat Duitsland wilde, waardoor de economie in Griekenland natuurlijk nog steeds moeizaam is en nog steeds problemen heeft. Tweede moment, heel belangrijk, is natuurlijk de Oekraïne-crisis in 2014... waar Duitsland in een soort dubbelrol kwam. Enerzijds natuurlijk geschokt door de internationale orde die door Poetin zomaar omvergeworpen werd. Daar moesten sancties voor komen. Maar anderzijds was er toch ook een zekere economische afhankelijkheid van veel bedrijven in Rusland natuurlijk, die relaties met Duitsland hebben en andersom Duitse bedrijven relaties met Rusland hebben. En natuurlijk ook van de invoer van het gas via de Nord Stream pipeline. Dus hier werd als het ware, zeg maar, de internationale relaties werden opnieuw gefaciliteerd door Duitsland. En Duitsland speelde daar inderdaad een belangrijke rol samen met Frankrijk in de onderhandelingen met de leiders van Oekraïne en Rusland. Volgens het Normandie-proces hebben zij veel onderhandeld. En hebben ze eigenlijk voor gezorgd dat steeds toch de sancties bleven bestaan. Enerzijds, maar dat handel en gastoevoer wel degelijk anderzijds nog mogelijk was. Duitsland had volgens Matthijs de positie van de facilitator in chief, faciliteren van internationale relaties. En ook hier is hij vrij kritisch over, omdat natuurlijk Duitsland steeds op twee gedachten hinkt. Enerzijds sancties, maar anderzijds toch ook afhankelijkheid. En de laatste, de vluchtelingencrisis, ook daar is hij heel kritisch eigenlijk over. Maar meer over om te laten zien dat Duitsland hier als machtsfactor toch gefaald heeft. In die zin dat dat Duitsland als goed weldoener, als benefactor in chief, veel vluchtelingen natuurlijk heeft binnengelaten, maar niet in staat bleek om Polen en Hongarije te overtuigen van het feit dat zij eventueel ook vluchtelingen zouden moeten opnemen. En die oneenigheid in Europa is nog steeds heel sterk, waardoor de Duitse positie natuurlijk ter discussie staat. Hè. Je zou dit een van de nieuwe Duitse kwesties kunnen noemen. Als laatste een heel recent artikel van Jörg Lau in Internationale Politiek, wat wij ook hebben gelezen voor deze week. Wat eigenlijk toch een beetje somber is. Hè? Duitsland wordt omringd door frenemies. Frenemies, zou je kunnen zeggen. Dus een combinatie van friends die op de een of andere manier ook enemy lijken te zijn. En daar is Poetin natuurlijk misschien wel het belangrijkste voorbeeld van. Met name ook omdat Poetin natuurlijk door zijn optreden in Syrië mede verantwoordelijk is voor nieuwe vluchtelingenstromen. En dat is natuurlijk ook heel recent in Idlib aan de hand. Maar Donald Trump zou je ook een frenemy kunnen noemen, want die is natuurlijk is de NAVO van groot belang voor Duitsland. Maar de manier waarop Trump met Europa omgaat en met name met Duitsland is in zekere zin ook een bedreiging voor die internationale wereldorde die Duitsland zo graag hoog houdt. Jörg Lau ziet drie grote schokken. 2014 Oekraïne, 2016 Brexit en Trump, maar ook
En dat is interessant. 2019, het moment dat Macron een eigen route lijkt uit te stippelen door te zeggen dat de NAVO dood is. Hersendood, heeft hij gezegd, door te zoeken naar een nieuwe relatie met Rusland, heeft hij ook aangekondigd. En door de acceptatie van Albanië en Macedonië als EU-lid kritisch te bezien en eigenlijk dat gewoon tegen te houden. Overigens met steun van onze premier Rutte. Voor het eerst dat Frankrijk en Duitsland zo openlijk uiteen gedreven zijn. En het effect hiervan is volgens Lau dat nog nooit zoveel Duitse politici zich achter de NAVO hebben geschaard. Omdat de Duitse politici natuurlijk weten van ja, Oost-Europese landen zijn zeer pro-NAVO en pro-Amerika. En willen we de boel bij elkaar houden, dan kan dat eigenlijk alleen maar onder die Amerikaanse paraplu. Maar Duitsland moet keuzes maken en zit voortdurend dus met inconsistenties in het buitenlands beleid. En moet daar eigenlijk zelfs enigszins tevreden mee zijn. Dat kan haast niet anders in een wereld van vol omringd door frenemies. Maar het belangrijkste probleem wat Duitsland eigenlijk op het bord misschien wel lijkt te krijgen is dat Frankrijk een Europees leger wil. Eigenlijk steeds minder in NAVO-verband lijkt te willen. Terwijl Duitsland wel degelijk juist die Amerikaanse, die transatlantische band sterk wil houden. En dan zou het een strategische keuze worden, een militaire keuze tussen ofwel vazal van Amerika, om het maar zo te zeggen, of een Europees leger en niets meer met Amerika hebben, maar dan Oost-Europa van zich af laten verwijderen. En dan hebben we dus voor de Duitse politiek grote identiteitsproblemen eigenlijk. Hè, van waar moet het uiteindelijk heen? En het enige positieve wat hij nog ziet is dat met dank aan Trump Europa zich realiseert dat de Europese buitenlandse beleid ook zonder Amerika vorm moet krijgen. En dat Europa in deze periode dus wel degelijk in onmoeg is. Nou, hoe zit het nou met Merkel? Een van de grote problemen in de afgelopen jaren is natuurlijk dat de coalitie, de grote coalitie, echt niet in rustig vaarwater is. Dus binnenlands is er veel onzekerheid, politiek onenigheid. Natuurlijk ook nog eens met de opkomst van de AfD in verschillende deelstaten, waar ook grote problemen zijn. Dit is bepaald een instabiele coalitie en als je een instabiele coalitie in het binnenland hebt, dan is het de vraag of je dan ook wel consistent buitenlands beleid kunt voeren. En Merkel is dus, als we dus vanaf 2005, 2008 kijken, in een heel ander Duitsland en een heel ander Europa terechtgekomen. En zij heeft in 2016 alweer, als ik het goed heb, zich kandidaat gesteld voor de een vierde termijn. En dat heeft ze, als ik het goed heb, niet helemaal uit, zeg maar, volle overtuiging voor zichzelf gedaan. Maar dat heeft zich vooral gedaan voor het land, om het maar even zo te zeggen. Het schijnt dat Obama zelfs op haar heeft ingewerkt en gezegd, jij moet in deze onrustige situatie je verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat heeft ze geweten. Het is bepaald onrustig en niet makkelijk. Ook haar eigen opvolging is een groot probleem. En we hebben nu dan weer eigenlijk de zoveelste crisis, zou je kunnen zeggen, de coronacrisis. Dus haar laatste kanselierschap is bepaald niet makkelijk en rooskleurig geweest. We weten nog niet wat er gaat komen. Duitsland is bijvoorbeeld in de tweede helft van dit jaar voorzitter van de EU. Dus als EU-voorzitter zou Duitsland eventueel met plannen kunnen komen om wel Macron tegemoet te komen. Maar dan is de onenigheid met andere landen, zoals Nederland aan de ene kant, maar Hongarije, Polen aan de andere kant, Italië als het gaat om de bankenunie. Elk land heeft wel wat. Die zijn zo groot dat het de vraag is of dat nou een groot succes zou gaan worden. We hebben nog twee colleges volgende week. Het ene college gaan we eigenlijk in op die nieuwe Duitse kwesties, los van mevrouw Merkel, maar gaan we verder praten op wat zijn nou eigenlijk al die nieuwe Duitse kwesties. En het laatste college gaan we in op de herinneringscultuur
en hoe eigenlijk de uiteenlopende herinneringsculturen in Europa het misschien toe hebben geleid dat Europa verder dat het verdeeld raakt. En hoe het misschien mogelijk is om die herinneringsculturen toch weer naar elkaar toe te laten groeien. Jammer dat jullie er niet bij zijn, dat we niet in gesprek met elkaar kunnen gaan. Levendige discussies hebben we altijd. Maar dat is nu eenmaal zo. En dit is de manier waarop we nu onze colleges voortzetten. Om uiteindelijk een eindpaper te schrijven over een van die nieuwe Duitse kwesties. En daarover onderhouden we ons en elkaar per mail. Dank jullie wel.